Goedenavond iedereen. Welkom bij de tweede livestream serie van The Binding of Mario Rebirth. De Binding of Isaac mod die heel erg goed in de smaak is gevallen, waardoor dat we er dus zeg maar gewoon op doorgaan. Kijkertjes zijn er ook al gezellig bij. Zeg even hoi tegen YouTube kijkertjes. Hallo! Duurt heel eventjes. Twitch delay. Mocht je dit stream niet hebben gezien, natuurlijk komt het op YouTube. Dus ik heb net de vraag gesteld, welke karakter gaan we doen? En ik heb vier verschillende gehoord, dus ik ga gewoon beginnen met Mario, denk ik dan maar. Dus laten we gewoon een Mario run doen. Waarom ook niet? Help me Mario, dan maak ik zelf wel uit. De muziek die blijft gewoon geweldig. Oh, ik zie er al gelijk een tinted rock. En misschien kan ik die... Ik ken die wel overheen en springen, daar niet van, maar... Ik ben bang dat... Nee, dan word ik geraakt door die explosie. Ik ga eerst even gewoon kijken of ik een bom kan pakken krijgen of iets. En wat hebben we hier? Oeh! We beginnen gelijk met een guppy item. Of is het een tanuki item? Sorry. Weet je wat? Laten we dangerous doen. Ik bedoel, de reden waarom dat ik die niet graag bij me wil houden is... Jumpen kan best wel handig zijn. En natuurlijk hebben we Curse of the Unknown... Dus, hoi, 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 zie, kom nou allemaal binnen. Hoi, hoi, hoi. Dus naar jullie lieve kijkertjes, lieve YouTube-kijkertjes, lieve Twitch-kijkertjes en allemaal lieve kijkertjes. Jullie zijn allemaal geweldig. Jullie wilden niet weten, ik vind jullie echt allemaal geweldig, dus, Oké, nou, we hebben... Waar zijn deze spinnen eigenlijk? Zijn die niet van die waterlevel van, volgens mij Mario 64, maar dat weet ik niet zeker. Oh, waarom sta jij nou zo... Nee. Oké, nou heb je ergens. Haha! Oh, dan sta je weer terug. Dat is niet de bedoeling. Ga heen. Ga. Doei. Doei. Ik durf niet bij jou in de buurt te komen, want jij doet pijn. Kom op. Oh, nee. Jij gaat niet regenereren. Daar geef ik jou geen toestemming voor. Zag je daar? Hij mag gewoon regenereren. Die stiekemert. Oké, nou laten we eens even kijken wat die question mark blok voor ons heeft. Even hier overheen springen en terug springen. Nee, niet op de spikes! Hij springt perfect op de spikes gewoon, hè. Echt alsof dat hij echt daarop gemikt stond gewoon. Dus, nou ben ik eigenlijk best wel nieuwsgierig wat onze eerste item gaat worden in onze eerste item room. En natuurlijk hebben we weer gelijk heel veel spinnen waar ik een hekel aan heb. Oh, jullie gaan het echt leuk vinden als ik een boeren ga doen. Echt serieus. Misschien doe ik het wel als tweede run. Misschien doe ik het wel als tweede run of zo. Weet ik niet zeker, maar... Echt. Sommige dingen... Oh, die zijn zo gemeen. Net zoals boerens. Ja, dat is gewoon losrun, maar dan met Holy Mantle. Hey, Mega Bowser. Het lijkt wel weer Mario Maker. En ik neem schade van hier tot mijn kinder. Ik zie er zo noobisch uit op dit moment. Oké, waar hebben we? Een waardeloze item. Nou ja, gelijk even uit de itempool halen. Ik heb er misschien geen sleutels, maar ik kan er wel naartoe. Ik bedoel, ik heb jump. Oei. YOLO, YOLO. Ik ben één keer geraakt. Wat is dit? Judgment. Daar heb ik nog te weinig muntjes voor. Oh boy, oh boy, oh boy. Oh, ik heb het nog gehaald ook. Tanuki, ik ben geüpgrade. Ja, dat is wel helemaal gunstig. Judgment die wil ik wel eventjes bij me houden, maar echt, ik heb hartjes nodig. Ik heb leven nodig. Te veel schade genomen. Dit was de eerste ronde, serieus. Ik ben roestig. Ik ben Mario Maker gewend. Press A to jump. Of B tegenwoordig. Zelfs B is nou... Hallo Cloudy. Welkom in de livestream. Gezellig dat je kijkt. Nou hoop ik eigenlijk dat ik nog een sleutel kan krijgen. Omdat daaronder daar zat nog een gesloten kistje. En er kan eigenlijk best wel een goede item in zitten. Dus mag ik helemaal terug gaan lopen voor dat item? Oké, spel. Waren we hier al geweest? Ja? Oké. Ik heb niet echt veel vertrouwen in potten, dus dat gaan we maar niet doen. Zijn we hier al geweest? Nee. Die kan ik wel even opblazen. Nou ja, twee muntjes, Lee. Oh, hallo! Bomberman. Wat leuk dat jij daar ook bij bent. Judgment. Objection! En zoiets zegt... Dat zou Leroy gewoon zeggen. Oké, geef me maar wat hartjes. En een sleutel. Wat lief. Het spel is nou in één keer vriendelijk tegen mij. Judgment. Nier. Oh, jullie zijn geweldig. Wisten jullie dat? Oké, nou. Oeh, money. Money. Ik hou van geld. Geef het mij. Allemaal. Ken ik misschien...
hier ook nog wat geld uithalen? Alles voor die judgment? Nee, helaas. Oké, nou, even kijken wat er in dat kistje zit. Ik ben wel nieuwsgierig. Wauw. Dat was het zo waard. En dat was niet sarcastisch, want ik heb echt de helft nodig. Oké, nou, laten we maar naar die baas toe gaan. En ik haat het tot we hier gewoon al gelijk... Waarom heb ik dat muntje niet opgepakt? Maar ik haat het tot we al gelijk, zeg maar, Curse of the Lost hebben. Terwijl dat de eerste ronde is. Dus gelijk een hele vriendelijke middelvinger van het spel. En ja, de shop heeft eigenlijk weinig nut om te hebben met 10 muntjes. Oké, Widow, je bent nogal roze vandaag. Waarom heb je geen reskin? Hele slechte mod. Is geen reskin. Is geen reskin van deze baas. Heel slecht. Ik ben teleurgesteld. Serieus, ik ben hier hoor. Ik weet niet wat je daar allemaal aan het doen bent. Kun je het alleen niet af of zo? Moet je weer hulp vragen bij je vriendjes? Yo, Zeep! Yo, Bastiaan! Hoi. Oh, kijk nou toch eens. Hebben me een soulhart gegeven. Wat lief. Wat krijg ik? De Halo, all stats up. Dat is een damage upgrade, tears upgrade, range upgrade, height upgrade, extra health. Altijd handig. Die zou ik eigenlijk met die Guppy, of ja, met die Tanuki pakken doen, maar nee. We zitten zo goed. Laten we zelf even kijken. Misschien weer een, Nou ja. 1 hartje betaald, 2 hartjes terug, dat is alleen maar goed. En ik zie eigenlijk hier dat er iets fout gaat. Oh nee, gaat goed. Gaat goed. Ik dacht even dat de chat verkeerd ging. Ik ben het, Bastiaan van Dutch YouTube Gathering. Oh, hallo Bastiaan. Leuk om je weer te zien. Did I disappoint you or let you down? Niet dat ik weet. Nou, ik probeer ook ondertussen de chat een beetje in de gaten te houden. Dat is heel belangrijk. Onze damage die is nou 3. Ja, dat is decent. Dus kunnen we wel mee leven, denk ik zo. Ah, baas erop, hè. Kan er niet van als je op me begint schieten. Tuurlijk, speed down. Gelijk de eerste pil die we krijgen. Bone die we krijgen. Gelijk een negatief effect. Ik wil dat geld hebben. Nou zit ik eigenlijk te twijfelen. Zou ik naar Judgment gaan? Zou ik de Judgment pakken? Of zou ik eerst naar de shop toe gaan? Maar ja, aan de andere kant. Ik wil ook eigenlijk naar de item room. En ik heb maar 1 sleutel. En sleutels zijn belangrijk. Over sleutels gesproken. Oké, we hebben weer een sleutel. Oh, ik haat jullie. Touch fuzzy. Get dizzy. Daar hebben we wel de bosroom. Ah, dat is snel. En wie boven zitten? Vuur. Ik kijk toch wel Final Fantasy, lol, een gekke Kucha, zeg. Ja, Kucha die is knettergek. Is Mario opeens een engel, of beter gezegd, ben ik nou een engel? Nou, hij is heilig. Denk ik. Mario is heilig, hij is 30 jaar. Maar ik ben Mario! Ik heb zelfs mijn rode shirtje voor jullie aangetrokken. Ik heb nou niet mijn pet op, omdat dat zit niet lekker met de headset. Maar, ik ben Mario. Of Shadow Mario, of Dark Mario, of hoe dat je hem ook noemt eigenlijk. Ik weet niet. Zoveel namen gehoord. Hallo. Nou, komen jullie heel eventjes netjes in de wachtrij? Nee, niet voordringen. Niet voordringen. Even rustig op je beurt wachten, joh. Ik wil jullie even rustig allemaal kapot huilen, ja? Serieus, Mario is droevig. Van al die levels die gemaakt worden die zo enorm hard zijn. Ja, ik heb het even jou, Olivier. Echt serieus. Nou, blijkt het dat ik met Olivier dat ik het level van hem gebroken had. Mooi. En ja, het blijkt dat ik zijn level dus gebroken had en dat het dus zeg maar wel meer in het level zat. Maar echt gewoon serieus, die eerste Bowser, die was wel zo flame. Dus ik heb geen bommen meer. Dark player. Oh, wacht eens eventjes. Deze wil ik hebben. Black Candle, kijk. Dan hebben we in ieder geval niet meer cursus. Dus even kijken. Oké, dan delen we dan, oké? Ja, jij bent de kloon als ik een cherry berry eet. BFF is eigenlijk ook heel erg goed. Zoveel goede dingen. Maar ja, die bom zou ik eigenlijk ook willen hebben. Want dan kan ik namelijk gekleurde steen. Die vraagtekenblok. Misschien een beetje poep erbij gooien of zo. Want ik heb nou petrified poep. Dat zorgt ervoor dat wij heel veel muntjes van poep kunnen krijgen. Maar ja, ik heb geen bommen meer, dus nou top. Hallo! Twompy! Jou heb ik nog net gebruikt in mijn volgende level die ik aan het maken ben voor, voor Mario Maker. Oh, fijn. Dat was niet mijn bedoeling. Nou, dan kan ik de Devil Deal natuurlijk wel weer op mijn buik schrijven. Paas op. Zeg, Spinnen, kunnen jullie heel eventjes je werk doen? Dank je. Oké, Gurr, je hebt geluk dat het mag.
Dat mag. Ik heb de toestemming nodig, jongen. Oh, we hebben wel een devil deal. En damage up. Netjes. Nou ja, half damage up. Oké. Mag ik wat items? Wat is dit? Dat zijn geen items. Ik wil wel de judgment houden. We hebben hier... Luck up. Dat is alleen maar gunstig. En een muntje daar. En een hartje daar waar ik niks aan heb. Oké, nou, dan houden we judgment gewoon. Het voordeel is wel, judgment kunnen we gebruiken in een devil deal. En hopen dat we dan... zeg maar een devil deal van judgment kunnen krijgen. Dat is wel eigenlijk heel erg handig. Goed, wat hebben we nou weer? Je geeft een soul heart en je krijgt een soul heart. Dat was nogal zinloos. Oké, dus we hebben geen sleutels meer. We hebben geen bommen meer. We hebben alleen nog maar een paar muntjes. Ik maak me zorgen. Oh boy. Al die Goomba's. Oké, we hebben wat bommen. Nou ben ik blij. Dat gaat alleen maar de goede kant op. Dus hoe is het met de chat vandaag? Is dat nou een Pikachu achter mij? Ben jij een Pikachu achter mij? Ik neem dat als een ja. Goed, dus Pikachu moet erbij. Ik heb het al gehoord. Juist, dus Pikachu die zit erbij. Ik weet niet, is hij te zien? Ik denk het niet, hè? Dus. Ik denk dat je te zien bent. Houd maar daarop. Houd daarop. Ik moet wel een beetje op het spel blijven focussen, hè? Want anders komen we nergens. Money! Ik vind jou de leukste streamer en YouTuber van Nederland. Heb zin in hardcore survival. Nou, ik hoop dat dat inderdaad een heel leuk project gaat worden. Dus ik heb binnenkort heb ik de eerste opnames. Dus ik denk dat het wel leuk gaat worden. Wat denk jij, Pikachu? Hallo, wat denk jij? Ik hoef niet zo te schreeuwen van hem. Nou ja, zeg. En natuurlijk hebben we nog geen sleutels. Ik moet sleutels hebben. Deurie. Ik wil een sleutel. Geef me een sleutel. Misschien van Judgment. Nou. Kan ik nog een sleutel... Kan ik nog een sleutel of iets vinden? Dat zou fijn zijn. Ja. Ja, ik mag ze niet vinden. Ik weet ook niet wat het is. Oh. Sleutel! Mooi! We kunnen naar de item room. Gelukkig. Ik vind het altijd zo erg als je die item room over moet slaan. Er kan zulke goede stuff in zitten. Dus, nope. Wat nope? Wat nope? Nope. Wat nope? Wie nope? Wat is dit? Mini star. Mini rainbow. Hè? Mini rainbow. Oh, dit is Stompy Unicorn. Die is nogal zinloos. Die is heel erg zinloos, omdat je kunt er niks mee. Dus, en die handtekening heb ik in een lijstje gedaan. Oh, ik voel me bijna een bekende Nederlander. Ik word verlegen van je, Bastiaan. Dankjewel. nee, er is een kleine aanpassing. We wouden eigenlijk een speciale hardcore maken. Maar aangezien dat er, het heel moeilijk is met opnemen en met zoveel mensen op te nemen... zijn we met deze hardcore serie maar met 6 man. Dus Shawnee zou er helaas niet bij zijn. En Xamtos die zou er ook al niet bij zijn. Dus ja, dus we hebben gewoon 6 man, zeg maar. Dus Leroy, Erwin, Wilco... Blob, Marco, die zitten er allemaal bij. Dus. Pikachu kun je niet zien vandaag. Oh, Pikachu, je bent niet te zien. Ja, je bent even in beeld geweest. Nou, sst. Niet zo ondankbaar, hè? Paas erop. Dus blijf dat ik in ieder geval in de stream even gooien, hè? In de stream. Row, row, yo, row your boat gently down the stream. Dat is een nieuw woord, stream. Do I even Nederlands, bro? Oh boy. Twitch, ik kan niks horen of zien. Ik kan niks horen of zien.
Ja, anderen die horen mij en zien mij wel, dus ik ben bang dat ik het niet kan fixen zo. Dus, hi Big Russ, sorry, it's a Dutch stream, I have to speak Dutch. Everything is fine, thanks for asking. Kan ik daar naartoe springen? Ik vind dat ik daar naartoe kan springen. Ik vind... Kijk. Kom op. Nee. Ik wil die soul art, geef hem. Hier. Ik kan hem niet pakken. Het spel haat mij, nu al. Oké, eerst even kijken, wat hebben we nou? Ja, dat krijg ik ook van dit spel inderdaad, zeg. Niks goed. Oh. Nou, weet je wat? Laten we hopen dat we weer een deal with the devil kunnen krijgen. En dat we daar dan judgment gaan gebruiken. Misschien kunnen we wel twee goede dingen krijgen. Ik bedoel, de hollow is gelijk mij aan het raken. Wat lief. Zit er niet schiet jij? Ga weg. Weg! Serieus, hij schiet gewoon 3 kogels tegelijkertijd. Heb ik hem nog nooit zien doen. Echt de upgrade of zo. Oh, jij moet nog even neer. Joepie. Ja, daar word ik ook niet vrolijk van. Nou ja, het zorgt wel voor een hele grote range. Dus dat zorgt wel voor dat wij op een afstandje lekker ver nou kunnen schieten. Volgens mij nou een hele kamer ondertussen. Bijna een hele kamer. Nou, dat is wel gunstig. Wilco heeft een video geüpload. Ik heb hem binnengekregen en het is een vlog. Dat is toch leuk. Ik wil die bommen hebben. Dus ik moet zeggen dat ik zijn video van Mario Maker ook hartstikke leuk vond. Dus zo leuk zelfs dat ik zijn eigen level heb gespeeld. Ik bedoel, ik heb een uitdagend leveltje teruggekregen. En dat was van Olivier. En die was wel zo enorm moeilijk. Maar ik heb laten zien wie de baas was. En ik heb gewoon het level gehaald. Dus alleen toen was hij niet meer eens dat ik zijn spel gebroken had. En door gewoon een leap of faith hebben genomen. Dus nou ja. Ik kan niet alles hebben in het leven. When life gives you lemons. Met Koen. Ah, met Koen. Koentje. Nou, krijgen we nog een beetje indrukwekkende items? Want dit is een beetje... een beetje mee. Kunnen we er nog even iets stoers van maken? Want echt, we hebben allemaal van die gastjes. Die doen boom. Hartstikke leuk. Doe je mij niet zo fel? Tenzij dat ze mij raken. En daar ben ik weer minder enthousiast over. Oké, nou, we hebben weer een sleutel te pakken. Dat is alleen maar kunstig. Maar tot nu toe vind ik deze ronde nog niet zo interessant. Ik bedoel... Ik had op zijn minst nou wel... een andere spatiebalk. Of ja, ik speel met de controller, maar goed. Ik had op zijn minst wel een andere... andere item nou wel verwacht. Oké, we hebben hier. Double shot buddy. Gratis sleutels. Nee, zijn gratis. Nee, zijn gratis. Mond dicht. Zijn gratis. Ja, ik ga het gewoon doen. Kijk. Pick it. Oh, die wil ik allebei hebben. Geen trolbom. Wat is dit? Passage. Ligt er aan wat voor passage? Ik heb liever die. Nog even. Wat is daar? Bad gas. Nou, die hoef ik wel helemaal niet te hebben. Heel voorzichtig. En een passage zet ik even hier neer. Kijken of het de ladder is. Nee. Oké, nou. Dan moeten we terug springen. Goed zo. Kunnen we dan nog een keer? Goed zo. Ken het wel. 2 Pro. Goat Hoof. Extra speed. Nou, wil ik eigenlijk petrified poop. Wil ik eigenlijk die vrouwen dan. Lock up is altijd handig. Weer een bom en een sleutel. Oh. En ik word geraakt door het vuur waar ik helemaal nog niet eens door had. En dan wil ik judgment even terug hebben. Dus... Oh, nee. Oké, ik heb toch een sleutel moeten gebruiken. Yikes. En ik wil een keer een race tegen jou om in te maken. Please, ik heb getraind. Please, je bent de beste YouTuber die ik ken. Ja, oké, zo kan die wel weer, Bastiaan. Dus ga je Meat Boy nog afmaken. Hi, ik heb je level gespeeld, Stefan. Ik ben benieuwd. Ik weet niet of het een video is geworden, maar... wat vond je ervan? Vertel, laat het weten. Ik wil opties. Nee, opties. Niet Pika, opties. Leer het nou eens. Goed zo, wel vrolijk blijven. Heel belangrijk. Even kijken. We hebben nou de item room, we hebben de shop. Dus het is tijd voor de baas. En ik heb nog maar heel weinig health.
Dus daar ben ik minder enthousiast over. En hij was nog wel zo makkelijk. Waarom noemt iedereen mijn level? Weet je wat? Op het einde van deze livestream zal ik mijn eigen level doen. En dan zal ik jullie laten zien hoe makkelijk dat die is. Jongen, het is een troll level. Het is zo makkelijk. Iedereen die zegt tegen mij dat het een troll level is. Jij weet niet waar we het over hebben. Oké, nou, dit beest is irritant. Maakt het donker. Is niet fijn. Kun je alsjeblieft... Het zou fijn zijn... Als jij nou gewoon... Heel erg mooi... Deze druppeltjes even absorbeert. Ik bedoel, Mario lijkt nog niet eens meer op Mario. Zelda Player 718. Hallo, broertje. Denk ik. Ja, grappig. Pikachu vindt het heel grappig, blijkbaar. Oké, nou, Krampus. Daar zal ik niet op te wachten. Paas erop, hè. Ik heb nou wel HP gepakt, omdat, ja, die anderen waren dan random bonen, maar, ja. Paas erop. Oh boy. Mag ik alsjeblieft? Ik hoop dat ik al 10 muntjes genoeg heb voor Judgment. Ik ga het eigenlijk wel gewoon proberen. Tenzij dat het ook in één keer een Judgment is die... Waarom weer geen Lamp of Coal? Serieus. Ik neem hem gewoon. Ik neem hem gewoon en we gaan deze gewoon pakken. Een sleutel! Dat is vervelend. Oké, nou laten we maar gewoon doorlopen. We hebben er een sleutel van gekregen, zal wel goed zijn. Oké, oh boy. Ik haat deze beesten, ik haat deze beesten. Ja, speciaal voor jullie. Speciaal voor jullie doe ik op het einde van deze livestream... ...zal ik even Mario Maker opstarten... ...en zal ik jullie heel eventjes laten zien hoe dat je dat level doet. Serieus, het is zo'n makkelijk level. En het leukste is, op het moment dat het op de stream is geweest en dan op YouTube is geüpload, dan komt iedereen aan van, goh, wat makkelijk level, ja. Al die comments staan er nog, hoor. Ze staan allemaal beschreven, allemaal. Oh, dit level is zo moeilijk, het is een troll level, het is onhaalbaar. Health down, dankjewel, spel. Oh, dit spel is een troll. Hier, ik kan ook trollen. Jij niet zo simp worden. Nee, niet zo zip voor de guy. Kom. Oké, nou. Komen wij nog ergens? Ik heb 2 hartjes, dus ik maak me nogal zorgen. Oké, 1,5 hartje. Nee, dat weet ik. Maar iedereen die zegt dat het troll level super moeilijk is. Ik zeg niet dat jij zegt dat die onhaalbaar is. Maar heel veel die hebben er gezegd dat die niet te halen is. Dat het een geglitchte manier is om een onmogelijk level te maken en up te loaden. En ik heb er zoveel van die dingen gekregen. Dus. Ja, maar het is geen troll level. Absoluut niet. Het is een obstakel level. Ik bedoel, een troll level, dat is als ze van die invisible coins neerzetten, zeg maar, net voordat je op zo'n blokje komt. Dus, dit was absoluut niet een troll level. Dus, maar ja, misschien vind je mijn volgende level wel leuker. Daar heb ik nou 2 uurtjes aan werk zitten en daar ga ik dadelijk gewoon nog even lekker mee verder. Dus, ik kan alleen zeggen dat het een heel lang level gaat worden. Dat is het enige wat ik er even over vrijgeef. Dus, maar ja, ik hoop ook nog wel leuke creaties van jou tegen te komen, taaltje. Dat snap ze natuurlijk wel, beste kerel. Ik ben zo'n groot fan van Mario, maar jammer genoeg heb ik geen Wii U en kan ik geen Mario maken. Ik wil die spel zo graag, maar helaas kan het niet baalrecht van ZV's. Ja, dat is heel vervelend. Daar kunnen wij helaas ook niet aan helpen. We hebben hier. Something Stinks en een Holy Heart. Die Holy Heart die bewaren we eventjes. Maar die Something Stinks, hebben wij een grote kamer? Want wij hebben Petrified Poop, daar kunnen wij enorm veel geld van krijgen. Dus... Oh boy. Dit is nou trollen! Een beestje plaatsen op een
plek waar je hem bijna niet kan raken. Dat helpt niet echt, Pikachu, dankjewel. Waar is dit? Minimush, denk ik. Op mushroom. Oeh, snellere fire rate. Is damage nou minder geworden dan? Nee, toch? Zo spel toch mij niet aan. Oh, ik ben bijna dood. Oh, nee. Nee, nee, deze run die halen wij. Deze run die halen wij. Oh, ik heb echt helft naar... Oh, boy. Deze run halen wij, jongens. Ik ga niet dood. Ik weiger. Weet je wat we doen? Weet je wat we doen? Weet je wat we doen? Ik ga gewoon deze kaart dan weer gebruiken. Kom op. Geef me hartjes. Geef me hartjes, spel. Ik weet dat je me hartjes wil geven. Oké, daar zijn de hartjes al. Daar zijn de hartjes al. Oh, gelukkig. Dat is een hoop poep, maar het werkt. Handdoeken altijd bezorging bij Wilco. Zeephanddoek. Handzeepproducties. Oké, nou, we zitten weer op full health, hoor. Dat was eventjes wel heel erg... Nee, dat was niet grappig, Pikachu. Nee, dat was hij niet. Nou, we hebben in ieder geval weer wat geld bij elkaar. Dus nou hoop ik dat we eventjes langs de shop kunnen gaan. En hebben we helft nodig, kunnen we altijd hier terecht. Dus gunstig. En we hebben nog een holy heart liggen. Dus hebben we die baas verslagen, dan kunnen we die holy heart pakken. En oh, je nee. Baas erop, hè. Ik zie alles. Oh. Ik ben een grote jongen, stiekem ben je 5. Dat is niet echt vriendelijk, maar goed. 1 plus 1, ja, die wil ik hebben. Die boom die wil ik hebben. Amnesia, die boom wil ik niet hebben. Het spel is gemeen tegen mij weer, jongens. Ja, en jij lacht erom, ik weet het. Oh, 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 oh. Oké, nou, even kijken. Was hier naar boven? Verder nog naar boven? Nog verder naar boven? Nee, dus. Oh, 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 oh. Paas erop ga je. Hebben we hier. Two of spades. Extra sleutels. Altijd handig. Damn, waar zaten we nou? Waar zat die bosroom nou? Ik ben verdwaald! Ik heb amnesia! Nee, die heb ik niet nodig. Is wel handig, dan kunnen spikes ons niet meer raken. Maar op dit moment heb ik zoiets van, nee, ik heb hem niet nodig. Ik ga het tegen mama zeggen. Ik zou het ook hebben gedaan. Zeg het tegen je moeder. Ik weet niet wat je tegen je moeder moet zeggen, maar zeg het tegen je moeder. Oké, okay, little kiss. Mag mij niet raken, want daar heb ik je zin in. Kom op. Sterf. Jij monstro-kloon. Ah, verdurig, ik zat er vast. Damn, dan krijg je een devil deal. Jouw schuld. Ja, ik hoef geen HP op, want HP op die krijgen we hier al. Extra handig. Luigi, wil jij nog onze badkamer bekijken? Of was dat een andere? That's a secret to everybody. Weet je wat ik me de hele tijd afvraag? Wie is de moeder en de vader van Mario? Waarom vraag je je dat af? Je hebt hier Mario voor je neus zitten. Natuurlijk kan ik je daarop antwoorden. Mijn vader die staat bekend als Jumpman. En mijn moeder is eigenlijk Pauline. Nou ja, eigenlijk van Mario. Als ik Mario ben. Ik weet niet of ik nou Mario ben, maar ik ben nou eigenlijk Zelda player. Ja. Dus. Binding of Mario. Jongens, ik ken er zoveel evenementen toe. En ik heb op elke vraag heb ik altijd wel een antwoord klaarstaan. Dus... qua Mario, ja. Even kijken. Durf ik het? Ja, ik durf het gewoon. YOLO. Dat was een dom idee. Yes, ik kan kijken. Dat is mooi. Je datum was verkeerd? Ik ben op vakantie. Ik ben op vakantie. Dat is ook een theory. I can't theory. Een beetje achter de scherm, jongens. Een beetje achter de scherm. Oh jee, ik heb weer een half hartje. Oh, wil je het weten, heb je nog maar een half hartje? Oh, snijkies. Ik moet echt wat meer opletten op het spel in plaats van dat ik naar de chat zit te kijken. Want de chat is geweldig. Hey!
Dat sowieso. You know. Oh boy. Oh boy. Mag ik hartjes? Ik heb hartjes nodig. Oh, die dingen die zijn gevaarlijk. Ik heb hartjes nodig. Ik heb hartjes nodig! Nee, niet op mij schieten. Niet op mij schieten. Niet op mij schieten. Ik voel me nou zo een lost. Oh boy. Niet op mij schieten. Niet op mij schieten. Niet op mij schieten. Sterf. Ga heen. Ga heen. Kom niet meer terug. Oké. Nog een maand, Stefan. Vloek. Versloek. Hi. Ja, ik heb er eigenlijk best wel heel veel zin in. Dus. Oh, die kunnen schieten. Daar moet ik uit voor kijken. Mag ik alsjeblieft. Hier! Dat is geen hartje. Mag ik die batterij even oppakken? Want echt, ik ben. Nee, ik ben. Ah, ik loop er recht in! Ik loop er recht! Misschien is het ooit nog een keer mogelijk om een run te halen, beste YouTubers. Ik praat nu eventjes rechtstreeks naar jullie op YouTube. Want ja, hier, ja, we zitten best wel ver eigenlijk. Dus ja, ik denk dat ik dit eventjes als één run hou voor YouTube. Hopelijk de volgende halen we. We hebben heel erg veel lol. En ik zal wel proberen meer te focussen op de game in plaats van alleen op de chat. Want de chat is gewoon geweldig dus. Maar goed. Zeep, even voor alle mensen die Splatoon spelen volgende week Splatfeest. Zeg even oké, please Zelda player. Oké, ik heb het net gezegd. Dus ja, dat is nou ook gezegd. Dus wanneer dat deze wordt geüpload of de volgende wordt geüpload, dat zien we dan allemaal nog wel. Dit wordt ergens gewoon tussendoor ergens geüpload. Dus bedankt voor het kijken. Beste kijkers van Twitch, zeg ook nog even doei tegen YouTube. En ik neem eventjes een smal breekje voor de mond. En dan gaan we zo verder met de tweede run. Kunnen jullie alvast eventjes beslissen met welk karakter dat we gaan spelen? Dus jongens, bedankt voor het kijken. En ik wacht even tot hun doei hebben gezegd. Trollololololol. Ik wacht even tot hun doei hebben gezegd. Wacht even tot hun... Zeg jij ook even doei, Pikachu? Dankjewel, jongen. Dankjewel. Nou. Doei! Juist.